Dezelfde finale eigenlijk als vorig jaar. Twee Britten tegen elkaar, Elfie Hewitt en Gordon Reid. Ja, ik moet zeggen, misschien niet heel leuk dat het dezelfde finale is als vorig jaar. Maar ik kijk er wel naar uit, want het is echt heel mooi tennis. Elfie heb ik eigenlijk vorig jaar ook al benoemd, dat is tennis 2.0. Dan bedoel ik eigenlijk dat ik denk dat dat wel een beetje wat de volgende generatie gaat spelen. Dus aanvallend, heel erg gedurfd. En dat is mooi. Ik denk dat dat goed is en voor de aantrekkelijkheid van rolstoeltennis. Maar tegelijkertijd is Gordon Reid toch ook wel zo'n speler waarbij je, als je daarnaar kijkt, word je verliefd op tennis. Omdat het gewoon mooi is. Het is met heel veel stijl. Hij is super fit. Dus ja, ik kan ook geen voorspelling doen wie er gaat winnen. Ik heb ook eigenlijk geen favoriet. Maar het wordt wel gewoon een mooie wedstrijd. De rolstoelers, of het nou de Nederlanders zijn of ook deze Engelsen, die trainen heel veel met elkaar. Dus ze kennen elkaar. En weten precies de zwakke punten en de sterke punten. Ik denk dat dat niet per se een heel groot voordeel of een nadeel hoeft te zijn. Ik denk wel dat het fijn is dat je natuurlijk je tegenstander, dat je die kent. Maar goed, dat heeft die ander ook. Dus het is, dan ben je gewoon aan elkaar gewaagd. En het zijn ook goede vrienden. Maar op het veld is dat ook gewoon, dat zetten ze aan de kant en dan is dat, dan telt dat even niet. Wat ik heel leuk vind dat de Nederlanders dus in die finale staan. Michael Scheffers, Tom Egberink. Hebben er heel wat jaartjes over gedaan. Maar dan toch eindelijk in die finale. Dat is leuk. Tegelijkertijd wordt die tegenstander dus ook wel echt heel pittig. Dus dat zijn die Engelsen weer. Gordon Reid, Elfie Hewitt. En ik weet dat ze ontzettend gebrand zijn. En ik weet dat ze zeker in aanloop naar Tokio, dat ze heel graag hier een prestatie willen neerzetten. Ze hebben zeker kans. Ja, gisteren ging het ook echt heel goed tussen Michael en Tom. Ik had ze een hele lange tijd niet zien dubbelen. Maar ik was wel onder de indruk, met name over de communicatie tussen hen beiden. Dat is heel rustig, heel effectief. Niet elkaar oplopen jagen waar niet nodig. Niet elkaar met commentaar voorzien waar ook niet. Opbouwend en dus effectief. Dus ik denk wel dat ze daar veel aan kunnen hebben in de finale. Wat aantrekkelijk is aan het rolstoeltennis is dat je eventjes je focus legt op de bewegelijkheid in die stoelen. Dus de behendigheid in je handen in combinatie met dus ook wel de voorbereiding van je slag. Dat is wel indrukwekkend. En dat maakt het dus ook, dat is het grote verschil met het valide tennis. En ik denk dat als je daar eventjes op focust, dan is dat best wel indrukwekkend om te zien. Voor de liefhebber, voor degene die er echt eventjes in wil duiken, dan zou ik echt de backhands van beide Britse heren goed bestuderen. Want die versnelling die zij kunnen leggen in de topspin backhand, de reversed backhand, zoals wij die in het rolstoeltennis noemen, die wordt ook niet gebruikt in het valide tennis. Maar die versnelling die zij kunnen gebruiken, die is fenomenaal. Dus daar zou ik zeker de aandacht op leggen.